Ja, ik ben werkzaam in het Haga ziekenhuis als algemene internist. En in het bijzonder dan gefocust op mensen met infectieziekten en met acute aandoeningen. In mijn dagelijkse praktijk begeleid ik en behandel ik mensen met chronische aandoeningen. En dat is vaak dus ook op het spreekuur. En op een spreekuur zie ik mensen die worden verwezen met op dat moment nog onbegrepen verschijnselen. Met de vraag of ik kan achterhalen wat er aan de hand is. En naast mijn spreekuur doe ik veel werk en begeleiding op de spoedeisende hulp. En mensen die worden opgenomen met acute aandoeningen in het ziekenhuis. Een internist is vaak ook, wordt ook wel het cement van een ziekenhuis genoemd qua vakgebied. Dat komt omdat heel veel mensen natuurlijk meerdere aandoeningen hebben. En als die een operatie moeten ondergaan, dan moet er ook aandacht zijn voor de onderliggende aandoeningen die ook steeds spelen. Dus dat betekent dat je als internist vaak in medebehandeling, als adviseur bij andere specialisten eigenlijk door het hele ziekenhuis breed betrokken bent. En dat betekent dus ook dat je ook wel te maken krijgt met medicijnen die andere vakspecialisten gebruiken. Zoals bijvoorbeeld de neurologie of mensen met Parkinson. Nou, dat is een chronische aandoening, die worden door de neuroloog behandeld. Dat behandel ik niet. Maar via die route, omdat je toch wel vaak bij die mensen betrokken bent, bijvoorbeeld omdat ze een longontsteking krijgen, kom je toch ook weer in aanraking met het gebruik van specifieke Parkinson-geneesmiddelen bij de Parkinson-patiënt. Het zien van patiënten die meerdere ziektebeelden tegelijk hebben, betekent ook dat die mensen over het algemeen meerdere medicijnen voor verschillende aandoeningen tegelijkertijd moeten gebruiken. En dat is natuurlijk zeker van meerwaarde om dat ook als input mee te nemen bij mijn werk bij het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Omdat dan vaak juist één specifiek medicament op de agenda staat die onderzocht is. Maar vaak moet zo'n medicament natuurlijk gebruikt worden naast een lijst van medicijnen die mensen ook gebruiken. En de praktijk waar ik in werk is vaak anders dan waar de firma wetenschappelijk onderzoek mee heeft verricht. Want dat zijn bij voorkeur mensen die minder aandoeningen tegelijkertijd hebben. Nou, het CBG is een waanzinnig kennisinstituut. Dus dat is voor mij ook kennis vergaren, wat ik in de praktijk ook gelijk weer kan toepassen. En ook kan uitdragen aan mijn collega's in de vakgroep en de collega's die in opleiding zijn tot medisch specialist of tot algemeen arts.